Dagen achtereen zijn Nederlandse boeren, in navolging van collega's in Frankrijk en België, al vroeg in de morgen met tractoren, landbouwwagens en ander materieel uitgereden om verkeersknooppunten te bezetten. Het gevolg was dat op tal van plaatsen het autoverkeer volledig kwam vast te zitten. De politie, die duidelijk opdracht had om niet op te treden, kon dan ook alleen maar machteloos toekijken bij het opwerpen van de versperringen. In de eerste dagen ontmoette de boerenopstand nog wel enig begrip bij weggebruikers die er last van hadden. Maar later was er van sympathie weinig meer te merken. Wij hielden de microfoon tussen enkele demonstrerende boeren in Twente. Boeren zitten wat de voedselprijzen en zo betreft gewoon in verdomhoekje. Enerzijds de loonkostenstijging, de kunstmest is duurder geworden en de veevoer is duurder geworden. En de prijzen die hij ontvangt voor zijn producten, die blijven gelijk. Of die zakken nog, ja. Dan is toch logisch dat zijn inkomen achteruit gaat. De vleesprijzen van rundvlees, varkensvlees, zijn zodanig in elkaar gezakt dat een onhoudbare toestand geworden is voor de boer. En thans is het einde gekomen dat wij door een demonstratie als deze proberen de overheid ervan overtuigen dat de nood zo ernstig is dat er iets zal moeten gebeuren. Inmiddels heeft die overheid besloten de problemen op korte termijn aan te kaarten om een oplossing te zoeken die soelaas kan bieden aan al de protesterende boeren die in moeilijkheden zijn gekomen door inflatie, hogere grondstofprijzen, hogere energieprijzen en teruglopende inkomsten.